Dit hele totaalplaatje klopt wel volledig. Het is alvast bestand tegen het coronavirus. Voorzichtig. Ja, hoe moet dit? Hoe moet dit? Ja, gewoon erin klikken. Kom op, een beetje kracht gebruiken. Oh, maar ik kom er toch niet bij. M&M? Heel raar, er zit hazelnootspread in. Waar ben je allergisch voor? Ik? Ja. Voor micellair water. Ken je dat? Wat bedoel je? Dat is gewoon water. Nee, dat is voor je gezicht. Oh. Ja, ik hou nog van je. Oké, doei. Ja, iedereen heeft eten. De beestjes hebben eten. Ik moet stofzuigen. Godverdomme, dan loop je straks heet het over doorheen en dan zit het helemaal... Ja, maar dit heb ik eergisteren gedaan. Oké, maar doe het later. Oh. Jij wordt echt dik hierna. Ik haat jou. Waarom doe je twee jasjes... Omdat ik het koud heb, jij toch ook? Ja, maar zet gewoon even de verwarming aan. Oh, oh nee, ik kan dit niet. Oh, oh. Zo, ik ga door die stoel heen. Zoals de bank vorige week. Oh. Zak je door mijn bank heen? Mag ik aan die kant zitten? Waarom? Dat is mijn goede kant. Oh, chill, dit is mijn goede kant. Moet je dan niet je camera daar? Oh. Ik ga het wel even mogen afwassen. Ja, echt een zwijnenstal. En we hebben een schaar nodig. Een zwijnenstal is ook weer overdreven hoor, mevrouw. Met mevrouw hier ligt het weer. Oké. Hoi. Waarom begin je altijd zo? Je hebt er echt geen zin in, nee, hè? Ik heb er wel zin in. Nee, je hebt geen zin om ik nou niet, eten. Ik zit er toch. Hoi, en ja, maar hier heb je er nog één. Nee, ik wil deze. Okay, heb maar nooit pas eerder op, gedaan. Want als je dat doet... Oh! Ik zei toch, pas op! Oh. Oh, mijn auto. Oh, zo, dat is lekker tijd. Nee, ik heb hem 5 minuten eerder gezet. Kun je even mijn auto verplaatsen alsjeblieft? Ja, prima. Oh, dat is aan de overkant. Ja. Oh, ik ben er eentje. Hè? Ik ben er eentje. En hoe zie ik even mezelf, alles goed zit? Oh ja, zo. Oh, dus ik ga even naar kijken. Ja. Nou, het is nu... Ik weet even niet hoe laat het is. Maar echt kut, want bij Rijk voor de Deur moet je dus... Elk uur je auto verplaatsen. Dus we moeten echt elk uur mijn auto verplaatsen. Oh, ik moet even mijn portemonnee meenemen. Want we moeten even gaan tanken. Weet je waar je kan tanken? Ja. Echt? Ja, in een hoek. Echt? Ja. Oké. Okay. Rijk heeft net dus bijna mijn auto in de prak gereden. Heel chill. Nou, dat is bij het parkeren, nee, was niet oh nee, dat is waar, bij het parkeren. Jij kan echt niet parkeren. Nee, ja, dat had ik van tevoren gezegd. Maar ja, je gaat blijven zelf te rijden. Zo. Ja, mevrouw. Ja, baas. Ik doe wel mijn slippers weer aan. Ja, wist je dat als je gepakt wordt op je slippers en je maakt een ongeluk dat je niet verzekerd bent? Ja, toch. Dat is echt zo. Oh, nou, doe ik niet mijn slippers aan. Nee, ja, vorige week had ik dus een boete gepakt, tenminste week zeker, want toen kwam ik er pas later achter. Oh my god, we moeten het nu verplaatsen. Oh, die camera van jou is echt fucking zwaar ook. Je bent echt een poesie, zeg. Nee, jij bent echt een poesie. Zegt ze net, kan je een lift bouwen? Die bouwt er nou een lift in zijn huis. Ja, nee, zo'n traplift, zo'n gehandicapte traplift. Ja, nee, dat is jammer. Mijn autootje die heet Hattie. En hier staat ze. En jij? Oh. Oh, heb je hem wel op slot gedaan of heb je hem net open gedaan? Oh, oké. Oké. Als jij even de hand en alles eraf wil halen. Ja. Ja, je portemonnee. Ik wacht, ik moet even die paal uitzetten. Stop! Hou op! Ik wil het niet meer. Dat is als je wordt gepest. Ja, nee. Weet je wat het echt nee. is? Stop. Hou op. Je bent een kattenkop. Irritant, arrogant, 20 meter afstand. Praat maar tegen mijn hand. Dat is het echt. Was jij vroeger een pester? Nee, maar dat heb je al een keer gevraagd. Oh. Ja, oké. Okay, wat zit je nou panisch te doen? Ik kan het echt wel hoor. Wacht, wat staat er? Er staat iets van... Oké. Ja, ik word helemaal panisch van jou in mijn auto. Weet je waar je naartoe moet? Omdat ik niet kan rijden, maar jij laat me weer rijden. Ik hoef dat niet. Oh, nee! Oh, kut. Hij stond nog eens achteruit. Oh! Oh, dat was echt een moment wat ik zeg. Oh, dit was gênant.
Oh, dit moet je er sowieso in doen. Oh, dit is gênant. We zijn de hele fiets uit, denk ik. Oh, nee. En, maar straks heeft het die... Ik weet helemaal niet of het groen was. Was het groen? Oh, nee. Wat een gezeik. Nee, hier mag je sowieso niet heen, want zij hebben allemaal ja. Groen. Ja, ik denk dat ik het er rood ben weer. Oh. Ja, je kan gebeuren. Hallo. Welke Nederlandse YouTuber kijk jij? Behalve Rick Hofman. Ik kijk niet echt naar jouw video's. Ja, wel, ik heb je wel eens bij... Nee, het is prima, laat maar. Je hoeft het ook ik niet te zeggen. Ik heb je wel eens nee, bij Prospect gezien. Hey, waarom doe je dan het potje dicht als ik met mijn handen erin zit? Ik dacht dat je er... Jawel, je mag hier wel naartoe. Of niet? Dat weet ik niet. Volgens mij rijden we op een trambaan. Oh, wat erg dit. We rijden op een trambaan. Wat kut zeg. Wat een gezeik. Ja, Amsterdam is natuurlijk helemaal weer één richtingsverkeer. Wat een gezeik. We rijden echt vol op een trambaan. Ja, dat is echt... En daar komt de tram. Oké, okay, fuck die shit. Oh, fuck. Oh my god. Dat is alles toe! Ja, jij wilde al die keren rijden. Nee, alleen de eerste keer en daarna was jij te lui. Ja, wat ben je nou aan het doen? Oh, ik moet toch even naar achter. Oh. Ja, je moet wel iets dichterbij. Nee joh, wat zit je nou? Daar zit... Nou, hij zit ervoor. Nee, geen schade, gelukkig. Hier. Kijk er nou zitten. Pantenprint in een roze auto. Doei. Doei! Ik moet helemaal naar de andere kant van Nederland. Ja, want het is Rotterdam. Ja. Dus hier 40 minuten rijden. Ja, dat is echt fucking lang. Nee, is niet lang. 45 minuten en ik heb ook nog file. Oh, wat een hel. Zit ik dan? In Suriname. Ja, ik ben maar alleen gegaan. Ik had ook allemaal dingen gepland van met z'n tweeën. Dat kan allemaal niet doorgaan, dus ik blijf hier gewoon lekker liggen. Ik heb het wel naar mijn zin hoor, kom wel goed. Oh ja, voor als je denkt dat ik een grapje maak, ik zit echt in Suriname. Ik weet ook niet wat ik hier doe. Damn. That's beautiful, guys. Ik ben hier dus voor een fotoshoot. Vandaag heb ik vrij. Ik ga vandaag lekker niks doen. Ik ga nu even sporten. Het is nu 7 uur 's ochtends. Ik ben nu al wakker. Het is namelijk 4 uur vroeger hier zo. Dus eigenlijk is het al 11 uur 's ochtends. De laatste tijd draag ik dit petje naar lijkenkop Joe van de serie You. Wat ik ga doen is, ik ga nu even lekker veel zweten, ga ik heel weinig water drinken en dan ben ik morgen lekker droog. Chill hè? Dit slaat er nergens op dat ik hier dan, ik ben helemaal aan de andere kant van de wereld voor 3 dagen. Niet eens 3 dagen, dat is echt bizar. Straks naar Paramaribo, maar ik heb jullie nog niet laten zien waar ik verblijf. Kijk, dit is helemaal van mij. Een klein mini huisje. Met een hangmat, daar lag ik dus net in. En een stok blijkbaar, ik weet het ook niet. Ik heb ook een airco, die heb ik... Oh. Ik zet gisteravond mijn airco op 16 graden. Het is stervenskoud vannacht. Wat zit hierin? Oh, misschien zit hier wel op het in. Nee, water. Mijn naam is Rijk Hofman, welkom to Jackass. Ik ga op zoek naar een vogelspin. Kijken of we hem kunnen pakken. We hebben het gewoon. Holy shit. Nee joh. Het is gelukt. Holy shit. Tony, weet je. Wat ben je aan het doen? Oh my god. Hij zou over mijn hand kunnen lopen.
Oh mijn god, dit slechtste idee van mijn leven. Je hebt er geen date op? Wel. Ik heb dat ding op mijn hand en er wordt gezegd, je hebt toch geen date op? En ik, jawel. Ik denk straks bij die mensen die date op hebben. Ja, sorry. Oh my god, hij gaat heel dichtbij, jongens. Het blijft gewoon een dier wat we hebben gevonden. Ja, wild. Soms in het leven fok je het echt gewoon op. Ik vraag je misschien af hoe wij in deze situatie zijn terechtgekomen. Nicole denkt dat er een vleermuis in de kamer zit. We gaan het zien. Nee, ik geloof me, ik heb een vleermuis als vriend gehad op expeditie. Ik weet hoe het eruit ziet. Nee, het is geen vleermuis. Het is gewoon fel. Oké, ga straks iets zien en het heeft gewoon even een uitleg nodig. Ik kwam namelijk in Suriname, een jongen tegen Christopher. Hey. Ja. Goed, ja, goed wel. 22 jaar. Als je inzet en alles blijft vernederen wat je wel is, wordt iemand beloond. Student en de allergrootste Frenna-fan. Als een liedje zijn, top. Hitjes. Hij vertelde me dat Frenna naar Paramaribo komt. Maar ook zijn maandslagers. En ja, dat ging niet samen. Hij kon zich gewoon niet veroorloven om die kaartjes te kopen. Dat is het enige wat je moet weten. Waarom ik het heb gefilmd, geen idee. Hey Christopher, we hadden het net over je favoriete artiest, toch? Frenna. Ja, het zou leuk zijn als je kan gaan natuurlijk. Ja, zeker. Kom op. Wat is dat, man? 200. Echt, man? Alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. En wat zei je daarna tegen... Je zei natuurlijk dat je ging sparen om je vriendin mee te nemen. Ja. Ja, want jullie hebben al sinds je 17e. Ja. Is 5 jaar oud, hè? Zorg ervoor dat je er mee neemt. Je moet serieus. Ja. Hey, niet emotioneel worden. Ja. Ik heb je woorden voor. Echt. Dankjewel. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Zo'n kikker in mijn kamer. Oeh. Nee, dat is YouTube.